Buitenaards moeilijk, dat was een van de reacties van leerlingen op het examen Natuurkunde 2024. En het is een woordgrapje, en daarmee wordt vooral bedoeld dat vragen 7, 8 en 9 door heel veel leerlingen als zeer moeilijk ervaren zijn. In deze video gaan we deze drie vragen bekijken. Ik ga je proberen te laten zien wat de natuurkundige situatie is, en we gaan ook kijken wat je had moeten doen om de vragen goed te beantwoorden tijdens het examen. Vraag 7 gaat over een zogenaamde transit. En wat gebeurt er bij een transit? Bij een transit beweegt er zich een planeet bij een ver weggelegen ster. Zo'n planeet noemen we dan ook wel een exoplaneet. Die begeeft zich dan precies tussen de ster en ons. Dat kun je nooit zichtbaar maken met een telescoop. Daarvoor uh, ligt zo'n ster veel te ver weg. Maar het effect is wel zichtbaar. Want als die planeet zich precies tussen ons en de ster be bevindt. Dan zal dat ervoor zorgen dat de ster er net wat minder helder uitziet voor ons. Een gedeelte van het sterrenlicht wordt geblokkeerd door de exoplaneet. Dus de ster die zal net een wat lagere intensiteit hebben. dan wanneer je had toen de exoplaneet er niet was. Nou, als de exoplaneet daarna weer doordraait, want die planeet draait natuurlijk een cirkeltje om de ster. dan zie je weer intensiteit teruggaan naar de situatie die die was. En dat wordt in die grafiek die je hier ziet ook. 1 genoemd, intensiteit van 1. Let er dus op: dat is geen meetwaarde, het is gewoon de maximale intensiteit van die ster. Per definitie altijd 100%, oftewel 1. Met dit gegeven moeten we gaan rekenen. En daarmee moet je ook nog eens even bedenken dat uh, de grootte van de exoplaneet natuurlijk van invloed is. Want hoe groter die exoplaneet is, hoe meer van die ster wordt bedekt, en hoe, hoe, ook hoe groter de dip zal zijn die je meet. Dus we gaan dadelijk de diepte van de dip meten en uit die diepte van de dip gaan we kijken of we kunnen bepalen hoe groot die planeet is. Als je nu kijkt naar het plaatje rechts, dan zie je dat je hier te maken hebt met oppervlakte. De oppervlak van een planeet bedekt een gedeelte van het oppervlak van de ster. Dus stel dat het oppervlak van die planeet 20% is van die van de ster, dan zal er dus 20% van het licht worden tegengehouden. En zul je zien dat de relatieve intensiteit die je meet als die planeet zich voor de ster bevindt, 20% lager is dan de intensiteit die je hebt als die planeet er niet is. En dan zou je dus een relatieve intensiteit van 0,8 meten. Nou, hiermee gaan we aan de slag. We krijgen namelijk een grafiekje. En in het grafiekje kun je dus meten hoe diep de dip is. Dat moet je heel nauwkeurig doen, want het antwoord gaan we geven in drie significante cijfers. En om dat netjes te doen, moet je deze waarde ook aflezen in vijf significant cijfers. En als je dat doet, dan meet je een relatieve intensiteit van 0,99865 keer de maximale intensiteit. We hebben net al gezien dat als je wil kijken naar de grootte van de exoplaneet, dat het dan gaat om de grootte van de dip. En de grootte van de dip is niets anders dan 1 min deze waarde. En als je dat uitrekent, dan komt eruit 0,00135. Dit betekent dus dat het oppervlak van onze planeet 0,00135 keer zo groot is als het oppervlak van de ster. In formulevorm krijg je dan dit. Zowel bij de ster als bij de planeet hebben we natuurlijk te maken met cirkels. Vanuit ons gezien zien ze eruit als cirkels. En voor een cirkel hebben we natuurlijk ook een formule. Dat is deze formule. En als we deze links en rechts gaan invullen, dan krijgen we het volgende. Let erop dat die pi. Die staat natuurlijk links en rechts, dus die valt dan meteen weer weg. We kunnen de verhouding gaan bepalen tussen die twee uh, stralen. En dat blijkt dan de wortel te zijn van dat getal. En dat komt uit 0,0367. Dus de planeet is 3,67% zo groot als die van de ster. Als je kijkt naar de stralen. Lastige vraag, waarom? Omdat dit eigenlijk niet echt past bij een uh, formule die in Bina staat. Of een uh, stukje theorie uit de, een domein die je had moeten leren. Dit had je eigenlijk wel een beetje zelf moeten bedenken. Dat maakt deze vraag 7 wel een hele lastige vraag. Vraag 8 gaat verder met uh, onze exoplaneet. Uh, want we gaan nu eens kijken naar goh, wat gebeurt er eigenlijk met uh, de energie die er invalt uh, op deze exoplaneet. Want deze exoplaneet draait een rondje om de ster. De ster straalt natuurlijk licht uit. Deze planeet zal dus ook een bepaald vermogen absorberen van die ster. We krijgen een formule. En de vraag is bij vraag 8 om deze formule af te leiden. Nou, we gaan het even andersom doen. We gaan eerst gewoon eens rustig kijken wat is de situatie is. En dan gaan we daarna kijken hoe we dan die formule kunnen opbouwen. Nou, stap 1 is dat je jezelf afvraagt: oké, okay, deze exoplaneet staat op een bepaalde afstand kleine r van de ster. En we hebben een formule, en dat is de kwadratenwet, zo staat die in de BINAS. Waarmee je kunt uitrekenen hoe groot de intensiteit is. wanneer je op een bepaalde afstand van bijvoorbeeld de ster bevindt. En dat is deze formule. Dit is natuurlijk per vierkante meter. Ja, dan is de tweede vraag: oké, okay, over hoeveel vierkante meters gaat het dan als ik ga kijken naar deze exoplaneet? Nou, in het examen wordt daar eigenlijk al wel, wordt je daarin geholpen? Want dan zeggen ze, ja, je moet werken met een frontaal oppervlak. Vanuit de ster gezien uh, ziet de exoplaneet eruit als een cirkeltje. Dus de, de ster bestraalt als het ware een cirkel uh, met een waarvan de straal van de cirkel gelijk is aan de straal van deze exoplaneet, en het oppervlak van de cirkel, die hebben we al eerder gezien ook natuurlijk, die is gelijk aan pi r-kwadraat. Dan krijgen we nog een derde gegeven waar we ook rekening mee moeten houden, namelijk dat niet alle straling die van de ster op de planeet valt, ook wordt geabsorbeerd door de planeet. Een gedeelte wordt teruggekaatst. De fractie die wordt teruggekaatst, wordt het albedo genoemd, en de albedo, dat uh, wordt hier weergegeven als een alfaatje. Nou, dus, een gedeelte wordt teruggekaatst. Wij willen gaan kijken, daar gaat de hele vraag over, naar het gedeelte dat wordt geabsorbeerd. Ja, als uh, a, een fractie van a wordt teruggekaatst, dan zal een fractie van 1 min a geabsorbeerd worden. Nu gaan we dit dus uh, bij elkaar uh, combineren. Dat gaan we doen door eens te gaan uh, kijken naar, oké, okay, hoe groot is het geabsorbeerde vermogen van deze planeet? Die is gelijk aan de intensiteit van het sterrenlicht maal het oppervlak van de planeet, het frontaal oppervlak van de planeet. En we moeten natuurlijk ook nog uh, rekening houden met die uh, albedo. Dus uh, maal en dan tussen haakjes 1 min albedo, dat gedeelte wordt ook echt door de planeet geabsorbeerd. Nou, voor die i hebben we een formule, die staat al daarboven. En voor a hebben we ook een formule. Dus als we dat gaan invullen, dan is de volgende stap dat, dat het er al zo uitziet. Ik kan uh, nu uh, die pietjes wegstrepen. Ik kan het ook een beetje anders uh, uh, gaan opschrijven. En dan krijg je dus deze formule. Ja, en dat is dus precies ook de formule die we moesten aantonen. Dus we hebben vraag 8 bij deze ook beantwoord. Vraag 9 gaat verder over de warmtehuishouding van de exoplaneet. Want uh, we krijgen ook al in het uh, inleidende verhaal gegeven dat het uh, best wel interessant kan zijn voor uh, astronomen om te bekijken of zo'n exoplaneet. In een gebied ligt waar eventueel leven mogelijk is. En daarbij is gedefinieerd dat er leven mogelijk is wanneer uh, het water in dat gebied uh, in vloeibare toestand is. Nou, dat is een stukje uh, algemene kennis die je dan wel moet hebben. Dus, vloeibare toestand dat wil zeggen het mag niet vriezen in dat gebied. En het water mag natuurlijk ook niet gaan koken in dat gebied. Laten we eerst eens even uh, herhalen wat we bij vraag 8 hebben gezien. We hebben bij vraag 8 gezien dat de exoplaneet continu lichtenergie absorbeert van de ster. En de formule daarvoor die hadden we net afgeleid. In vraag 9 krijgen we het volgende gegeven. Namelijk uh, dat op een gegeven moment je een evenwicht krijgt. En er geldt dat zo'n exoplaneet evenveel energie uitstraalt als dat het ontvangt van de ster. Ja, energie uitstralen. Daarvan uh, krijg je ook nog een korte uitleg. Dat, uh, dat doet de, de planeet alle richtingen op. Dus we hebben hier niet te maken met een frontaal oppervlak. Dit is gewoon de grootte van het oppervlak van de hele planeet. Ja, en wat voor straling hebben we het dan over? We hebben het hier over warmtestraling. En het is de warmtestraling die uh, deze planeet continu uitzendt. En voor warmtestraling hebben we natuurlijk een formule. Dat is namelijk de wet van Stefan Boltzmann. Die ziet er als volgt uit. En deze, uh, deze formule kunnen we ook nog een beetje meer uh, richting deze situatie uh, uitwerken. Want we hebben hier te maken met een bolvormig lichaam. En het oppervlak van een, uh, een bol die is gelijk aan 4 pi r in het kwadraat. En dan krijgen we dus deze formule voor P uit. Ja, wat we nu gaan doen, is die twee uh, P's aan elkaar gelijkstellen. Het geabsorbeerde vermogen moet even groot zijn als het uitgestraalde vermogen. Nou, dat gaan we eens eventjes doen. Dus uh, we hebben hier deze formule voor absorbeerd geabsorbeerd vermogen, deze voor uitgestraald vermogen. We gaan ze elkaar gelijkstellen en dan krijg je deze nogal uh, ingewikkelde vergelijking. Gelukkig kunnen we de boel al meteen uh, wat gaan uh, vereenvoudigen, want ik zie dat er links en rechts hoofdletter R in het kwadraat staat. Dus die kan ik tegen elkaar wegstrepen. Blijkbaar maakt het niet uit hoe groot de planeet is. Ik ga ook eens even kijken naar wat we moeten doen bij vraag 9. We moeten bij vraag 9 iets zeggen over een formule waarbij R links van het is-teken staat en aan de rechterkant van het is-teken constante staat, maal t tot de macht iets. Uh, dus uh, ik ga deze vergelijking eens even ombouwen, zodat ik uh, R uh, apart uh, kan krijgen. En dat kan ik doen door uh, de vergelijking zo om te bouwen. Ik ben alweer een stapje verder. Hè. Ik, heb, ik heb R kwadraat nu. Ik ga ook al kijken hoe ik van R kwadraat naar R kan komen, maar ik, ik heb R nu apart gezet. In de formule waar ik naartoe wil werken staat ook die t apart. Nou, dat, ook, dat is vrij eenvoudig te doen. Ik kan die t tot de macht 4, die staat onder de streep, die kan ik ook los opschrijven en dan wordt het maal t tot de macht min 4. Als je nu goed gaat kijken naar alle variabelen die voor t tot de macht min 4 staan, dan zul je zien dat die allemaal niet afhankelijk zijn van de temperatuur en ook niet afhankelijk van deze afstand tussen de sterren en de planeet. Deze zijn in deze situatie te zien als constanten. Dus die hele breuk kan ik uh, opschrijven als C. Nu moet ik er nog één laatste stap doen om uh, te komen tot de formule zoals die ook in, in, uh, in het examen staat. Er staat namelijk R is. Nou ja, dat is natuurlijk niet zo heel ingewikkeld. Ik ga links en rechts ga ik de wortel nemen. Nou, ik ga die twee dingen in één keer doen. Dus ik uh, maak uh, van al die variabelen constanten. En ik ga overal de wortel trekken. En dan krijg ik deze vergelijking. En de vergelijking luidt dus dat R gelijk is aan c maal t tot de macht min 2. Nou, en ik heb dus aangetoond dat uh, de macht van die, uh, de temperatuur, dat die dus gelijk is aan min 2. Ik heb nu dus de eerste helft van vraag 9 beantwoord. Hou ik nog de tweede helft over, want uh, ik moet uh, gaan aantonen of onze exoplaneet, die op een bepaalde afstand van de ster staat, namelijk 2,8 maal 10 tot de macht 10 meter afstand, of die zich nu in of buiten het goudlokje gebied bevindt. Uh, en daarvoor moet ik gaan rekenen. Dit is de situatie. En ik heb dus uh, te maken met een binnengrens van het goudlokjegebied en een buitengrens van het goudlokjegebied. Ja, de binnengrens is uh, de grens waar de temperatuur 100 graden Celsius is. Oftewel 373 Kelvin. Want als ik dichterbij dan deze grens uh, ga zitten met mijn planeet, dan zal het te warm zijn op de planeet om uh, water in vloeibare vorm te hebben. De buitengrens die geldt dus voor 273 Kelvin. Daar zal het water net gaan uh, bevriezen. Dus het goudlokje gebied waarover uh, uh, deze vraag eigenlijk gaat. Die bevindt zich tussen deze twee stippellijnen. We krijgen ook nog iets gegeven. Deze formule die kregen we ook gegeven. Maar we kregen ook de straal. Waar uh, die geldt voor de buitengrens. Die is uh, 5,8 x 10 x 10 meter. Je kunt deze vraag op verschillende manieren oplossen. Ik ga gewoon eens kiezen voor de, de meest... Uh, rechttoe recht aan oplossing. Dat is namelijk de volgende. Ik heb hier een waarde voor r. Ik heb ook de temperatuur die erbij hoort. Uh, ik kan dus met deze twee gegevens, kan ik c gaan uitrekenen. En als ik dat ga doen, dan krijg ik het volgende. Dan moet ik natuurlijk eerst even die formule omzetten. Dan krijg ik uh, dat uh, c gelijk wordt aan r maal t in het kwadraat. Ik vul r en ik vul t in. En ik krijg een waarde van c van 4,323 mal 10 tot 15. Ik heb de eenheid tussen haakjes gezet. Dat is niet zo belangrijk als je dat uh, vergeet, uh, want het is een tussenberekening. Ik heb ook wat meer significante cijfers meegegeven, ook omdat het een tussenberekening is. Maar dit is mijn C-waarde. Ja, wat, wat ga ik ermee doen? Deze C-waarde, deze constante waarde, die geldt dus ook voor de binnengrens. En ik ga nu kijken naar de binnengrens. En bij de binnengrens weet ik de temperatuur. Die is 373 Kelvin. Ik weet nu ook de C-waarde. En ik kan nu dus uitrekenen uh, bij welke straal die binnengrens moet liggen, want uh, ik weet alles aan de rechterkant van het is-teken en ik kan r uitrekenen. En als ik dat ga doen, dan krijg ik een waarde eruit van 3,1 x 10 tot de macht 10 meter. Ik ben dus nog niet klaar. Ik ben wel klaar met de berekening, want ik moet nog één dingetje doen. Ik moet even gaan vergelijken of mijn planeet binnen of buiten deze binnengrens ligt. Nou, de afstand van de planeet tot de ster die is 2,8 x 10 tot de macht 10 meter. De binnengrens ligt verder weg van de ster dan de exoplaneet. En dat betekent dus dat de exoplaneet buiten het goudlokjegebied ligt. De exoplaneet ligt in het gebied waar het eigenlijk te warm is voor water om in vloeibare toestand aanwezig te zijn op de planeet.